niet funk leren spelen met Advanced Funk Drumming van Rick Latham. Rick Latham was een van de eerste die een boek maakte over funk drummen. Wat kun je verwachten? Nou, eerst allerlei oefeningen die het stijltje eigen maken. Oefeningen met kwarten, achtste, zestiende op de hi-hat. Veel patterns. En dan een eigenlijk heel leuk hoofdstuk met funk patterns. Wat voor patronen? Nou, ik zal er eentje spelen. Allerlei leuke patroontjes en die zijn erg leuk om te spelen. Uitmondend in een aantal solo's die vroeger op conservatoria gebruikt werden als toelatingsexamenstuk. Maar wat ook leuk is, dat is het hoofdstukje met transcripties van bijvoorbeeld David Garibaldi, Carlos Vega, Harvey Mason, Steve Gadd. Allemaal toppers in die tijd. En Rick Latham schreef op wat die gasten deden. Het klopte niet allemaal, maar hij was wel de eerste. En dat maakte dit boek tot een absolute bestseller. Zijn tweede deel trouwens ook best de moeite waard om aan te schaffen. Dan, van koning funk drummen zelf, in ieder geval bij de Tower of Power, David Garibaldi. Schreef al in Modern Drummer in de jaren 80. En elk artikeltje wat die man schreef was interessant en boeiend. En dit boek was gelijk echt een klasbak. Voor mij betreft verplichte aanschaf. Gaat vooral over het leren bedienen van je hi-hat, je snare en je bass. En het leren spelen op verschillende sound levels. Dus ghost notes, geen ghost notes, paradiddles, beat displacement, psychic displacement. Noem het maar op en het staat erin. En een aantal hele behoorlijk lastige oefeningen. Groove studies, waarbij je met één groove begint en dan telkens één nootje gaat veranderen. En ook hier leer je weer om uit één gegeven heel veel andere ideeën te halen. En het is eigenlijk allemaal hi-hat snap bass werk. Veel ghost notes, hard en zacht op je hi-hat, geeft je goede beheersing van dit materiaal. Dus, prachtig boek. Zijn andere boeken zijn ook de moeite waard, maar dit is wat mij betreft een aanrader. Dat was Funky Drummer van James Brown, of althans mijn poging om dat te spelen. Dat vind je allemaal in dit prachtige boek van Chuck Silverman. Helaas overleden, sympathieke kerel. Hierin vind je alle klassiekers van James Brown, op drumgebied dan, maar ook met transcripties voor de bas en de gitaar. Dus het is een leuk boek om met je ritmesectie aan te werken. En op die manier een aantal echte James Brown topnummers in te studeren. Daarnaast vind je ook nog heel veel anekdotes. Prachtige verhalen over het tekentjesysteem wat James Brown achter zijn rug gaf om aan te geven hoeveel er van jouw gage afging die avond als je weer eens een fill speelde waar je niet moest. Of schoenen niet gepoetst, 50% van je loon af. Kon allemaal gebeuren bij James Brown, waar dan ook heel vaak de band is opgestapt. Sex Machine staat erin en natuurlijk het fantastische Cold Sweat. Heerlijk studiemateriaal wat je nog een hoop andere boeken tegenkomt. We moeten door. Als je maar één boekje zou willen hebben over funk, dan is dit een heel aardig boek van Jim Payne, Advanced Funk Drumming. Het boek heeft een aantal nadelen. Er staan bijvoorbeeld veel te veel foto's in van zijn berghutje in Zuid-Frankrijk. En dan ook hoe zijn laptop daar op het tafeltje ligt. Of hoe zijn drumstel in de deuropening staat met uitzicht op de heidevelden. Dat is allemaal niet zo interessant, maar het is met zijn niet zo heel veel pagina's een hele mooie bloemlezing van een behoorlijk aantal funkritmes en die kunnen af en toe behoorlijk moeilijk worden. Niet alleen de James Brown stijl, maar ook andere kanten gaat hij op en het is een mooi samenvattend boek met interessante funkpatronen. Jim Payne, Advanced Funk Drumming. Dan komen we op een nog veel dikkere pil, Groove Alchemy. Het tweede boek van Stanton Moore, we noemden hem al. Stanton Moore, de man die echt een wandelende encyclopedie is op het gebied van New Orleans. Maar alles wat er op groovegebied daarna kwam, beheerst hij als geen ander. En dit boek zit wat meer in de groovehoek, de funkhoek. En ook hier kom je James Brown ritmes tegen. Natuurlijk zigaboos, patronen bij de meters. Maar het leuke is weer dat Stanton Moore, creatief als hij is, die patronen gaat combineren met elkaar. Dus hij gaat
Patronen van James Brown mixen met zijn eigen ideeën. Patronen van de Meters mixen met zijn eigen ideeën. Komt daarnaast nog met heel veel achtergrondinformatie. Maar vooral met heel veel notenwerk en ideeën. Swing Shuffle zie ik hier voorbij komen. Het gaat maar door. Dit is echt een heerlijk boek. Daar kun je heel lang mee bezig zijn, denk ik. Maar de tijd ging verder. Het werd de tijd van de drumloops. Hoeveel nummers zijn er niet opgenomen waarbij de drummer moest spelen over een opgenomen percussiepartij? En dat kun je terugvinden hoe je dat moet doen in Playing with Drum Loops van Donny Grundler. Er zit een cd'tje bij met allerlei drumloops erop en die kun je weer in je sampler laden. En zo kun je zelf oefenen in het meespelen met vette loops. Hij leert je ook van alles over de timing. Dus bepaalde loops hebben misschien de snare een beetje naar voren of een beetje naar achter. En je moet leren om daar oor voor te hebben. En te zorgen dat wat jij speelt past bij wat de loop doet. Heeft de loop veel lage tonen? Concentreer jezelf misschien meer op het hoog in het ritme. Heeft de loop juist veel hoog in zijn patroon? Dan kun je zelf wat meer de lage kant van je drumstel opzoeken. En al dat soort slimmigheidjes die leer je met dit moderne Playing with Drum Loops. We gaan door. Een van mijn absolute favorieten, de Breakbeat Bible. Eerst even uitleggen wat een breakbeat is. Als op een plaat. De muziek stopt, maar de drummer gaat even door. Dan noemen we dat een breakbeat. Daarna komt de band er weer in. Het kan ook het intro zijn, want de nummer heeft gedrumd. En zo'n breakbeat, die is later weer een eigen leven gaan leiden. Dus die is bijvoorbeeld gesampled door rappers. Of door allerlei producers en weer gebruikt. Om nieuwe nummers overheen te maken. Nou, alle beroemde breakbeats, nou alle is wat veel, maar heel veel vind je terug in dit boek met achtergrondinformatie. Transcripties, hier zien we bijvoorbeeld de beroemde Amen Brother Break. Dat is alleen al een break die is verantwoordelijk voor het ontstaan bijna van drum en bass muziek bijvoorbeeld. En hoe je dat ding speelt. Maar dat geldt voor heel veel breaks. Funky Drummer staat er natuurlijk in van James Brown en nog veel meer. En ja, hoe moet je daar komen? Daarvoor heb je een ontzettend pakket oefeningen waarmee je leert om al die patronen te spelen zoals ze werkelijk gespeeld werden. Heerlijk boek, kun je heel lang mee bezig zijn. En een hele leuke valt hier nu toevallig open, vind ik een hele leuke, Beats with Drops. In de moderne muziek hebben we heel vaak, zeker bij hip-hop, dat bijvoorbeeld er een stukje beat uitvalt. Nou, dat valt allemaal te trainen en dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. Hoe klinkt dat dan? Bijvoorbeeld. Heerlijk om te spelen, goed opgebouwd, heel veel oefeningen en uiteindelijk ben je een ware breakbeat kenner als je het hele boek doorwerkt. Dikke pil. Over dikke pillen gesproken, uit de Amen Brother Break kwam natuurlijk de drum and bass jungle muziek. En Johnny Rep, de man met de freehand techniek, was een van de eerste die daar een boek over schreef en dat deed hij behoorlijk uitgebreid. Hier staan eigenlijk, ja, het hele stijltje staat erin. Er staan heel veel ritmes in, maar ook patronen waar je zelf nog mee kunt gaan goochelen. Tweematige patronen, viermatige patronen. Zelfs een hoofdstukje over het toepassen van die beroemde freehand techniek. En er zitten twee cd'tjes bij met voorbeelden. En eentje met 7 drum en bass tracks zonder drums. Daarop kun je zelf heerlijk tekeer gaan. Dit boek heb ik zo'n beetje versleten inmiddels. Het is gewoon erg leuk om te spelen. En ja, aanraden voor als je geïnteresseerd bent in drum en bass. We gaan verder op onze groove-tocht. We waren begonnen bij de funk. We zijn via de breakbeats, via drumloops, via drum en bass uitgekomen bij ritmische illusies. Nou, als we aan iemand iets kunnen overlaten, dan is het Gavin Harrison wel met het spelen van beat displacement en metrische modulaties. En al dat soort ritmische illusies, die kun je leren vanuit dit boek. Je leert daarbij om kleine stukjes ritme, bijvoorbeeld een tel te laat of een tel te vroeg te spelen, of een 16e of een 8e te vroeg. En daardoor verschuif je eigenlijk even het patroon en zet je de luisteraar op het verkeerde been. Dat is dan bijvoorbeeld zoiets.
alleen dat, maar bijvoorbeeld ook het verschijnsel metrische modulatie. Dus naar een ander tempo moduleren via een sleutelpatroon. Bijvoorbeeld via achtste triolen of een polyritme zoals 3 over 4. Voorbeeldje. Leuk om mee bezig te zijn, voer voor gevorderden, en je kunt het niet in elke band toepassen, maar al dat soort fratsen leer je van dit fantastische boekje van Gavin Harrison. Oké, het laatste boek van onze serie Groove Boeken, dat is van de top groover van dit moment, Mark Giuliana. Ik denk dat we rond de eeuwwisseling een ontwikkeling hadden waar drummen heel acrobatisch was. Denk aan Marco Minneman, aan Virgil Donati, Thomas Lang. Gasten die alles met allerlei gooien en draaien en grote sets konden. En als we kijken naar wat er daarna eigenlijk gebeurd is, dan zie je eigenlijk een soort, voor mijn gevoel, terug naar de basis van timing. Hi-hat, snap, bass, creatief zijn met heel weinig dingen, maar met sounds en met micro-timing. Nate Smith is een goed voorbeeld, die altijd met kleine sets speelt. Te gekke dingen doet. En ik denk dat Mark Giuliana, dat is toch wel, ja, wat mij betreft de voorhoede van het drummen op dit moment, die ook de meest absurde dingen kan slaan met alleen maar high en snap bass. En dan denk je, jee, wat is die man creatief. En als je wilt leren hoe die dat dan aanpakt, dat leer je eigenlijk met dit boek. En ja, dat is echt een te gek boek. Ik moet er zelf nog in beginnen, ik moet er bekennen, dus ik kan nog niks voorspelen. Maar ja, dit is wel toch een van de boeken, denk ik, van dit moment. En dan hebben we er nog één over in de sectie Grooves. En dat is een eigenlijk heel aardig werkje van Dom Famularo met Stefane Chamberlain. En dit zijn drumset duetten. Niet in de zin van solo's, maar meer in de zin van drummer 1 speelt de groove. En drummer 2 die speelt een andere groove die groove aanvult. Dat begint natuurlijk heel simpel met achtes, maar er komen steeds meer zestiende in. Er zijn veel boeken met duetten die dan getrommeld worden, zijn vaak een beetje saai. Maar dit zijn echt gewoon leuke ritmes die elkaar ook heel leuk aanvullen. Dus dit is echt leuk voor als je bijvoorbeeld drumles geeft en je hebt een leerling die al echt wel wat kan. Dan kun je samen die duetten spelen. Het is ontzettend leuk om te doen. En er zijn weinig mensen die het boek kennen, maar dat is ten onrechte. Want het zijn ook korte lijntjes, dus je hoeft geen hele stuk eerst uit je hoofd te leren. Het is gewoon erg leuk om met je leerling mee bezig te zijn. En daarmee sluiten wij het hoofdstukje Groove af.